Welkom op mijn YouTube-kanaal voor kappers. Mijn naam is Wolfgang Pepmeijer, ik ben hoofdredacteur van Top Hair en trainer en partner bij Jump en dit is mijn 142ste vlog op zondag. En deze keer heb ik het over, is er eigenlijk nog een toekomst voor ons kappers? Ja, ik heb natuurlijk de verleden week, zoals altijd, dagelijks met kappers getelefoneerd en wat ik zie is, ja, ik schrik ervan. Kappers zijn heel erg depressief. En ik heb met kappers gesproken die echt niet meer weten hoe ze hun boodschappen moeten betalen. Die echt aan het einde zijn van hun Latijn. Of ze hebben problemen hun hypotheek te betalen of hun huur. Nou, het gaat allemaal niet goed. En lieve mensen, ik weet het allemaal. En de een of ander die verbaast zich dat ik het zelden over het probleem zelf heb, maar altijd maar over laten praten. Ja, mensen, dat is mijn levensfilosofie ook altijd geweest, ook vroeger. Ja, ik heb het ook moeten leren. Ik heb vroeger ook alleen maar naar die problemen gekeken. En ik heb moeten leren om te schakelen naar het zien van de oplossingen, of in elk geval het zoeken naar oplossingen en het kijken naar de toekomst. En ja, lieve mensen, daar heb ik het ook altijd over in mijn teksten. Ik heb het over wat na corona moet gebeuren. Wat we straks kunnen doen, wat we in de toekomst kunnen doen. En weet je, over de problemen spreken, dat doe ik niet, want dat doen al zoveel mensen. En wil je van mij de zoveelste variatie van het probleem horen? Nee, dat wil je eigenlijk ook niet. Want laat mij dan in godsnaam verder gaan met jullie te motiveren en naar de toekomst te kijken. Weet je, het ei van Columbus, dat heb ik ook niet. Want stel, als ik dat wel zou hebben, dan zou ik toch hier niet die zondagvlogs doen. Dan zou ik toch een hele leuke baan hebben als goochelaar bij een circus. Dus dat ei van Columbus heb ik ook niet. Ik blijf in mijn dagelijkse blogs en mijn zondagvlogs, hou ik me bezig met de tijd na corona. Ik kan ook corona niet uit de wereld helpen. Dat kan jij ook niet. Maar ik weet heel zeker dat dit straks voorbij is. En ik weet ook zeker dat straks onze winkels weer open gaan. En mensen, en kijk dan uit naar dat wat nog voor je ligt. Dat wat straks komt. En straks is echt niet meer zo lang. Hoe slecht het ook nu met ons gaat. Het wordt niet beter door bij de pakken neer te zitten. Hoe erg het nu ook is, ik blijf zeggen dat alleen actie je pijn gaat verlichten. Want hoe meer je terugkruipt in jezelf, hoe meer je de pijn gaat voelen, ga alsjeblieft actie nemen. En is het maar wandelen wat je doet. Je moet niet met dat probleem bezig blijven. Mijn appel aan jullie is, kijk naar de toekomst. Waarschijnlijk is het al volgende maand. En zelfs als het een week verlengd wordt, dan is de toekomst toch heel dichtbij. En nogmaals, hoe erg de huidige situatie ook is, ik zal je blijven proberen af te leiden van het probleem. En je te motiveren en te stimuleren om naar voren te kijken. Blijf alsjeblieft plannen maken voor straks. Want onze toekomst begint alweer volgende maand. Ik wens je heel veel wijsheid volgende week en kijk vooruit, ga aan je plannen werken, ga minder aan je problemen denken, ga aan je toekomst denken. Tot volgende week zondag. Dag.